12 o'clock on a Saturday night in Harlem Town and you're getting this, man. We're some lucky motherfuckers to be here tonight. Wim Deckers. Get out of my face, you motherfucker. Well done, folks. Thank you very much. I think there should be some drinks for you at the bar. Now, ladies and gentlemen, if it isn't late enough for me to even throw more spoken word and more poetry chaos down your throat, I'm going to do that right now by introducing you a good friend of mine all the way from Amsterdam. He's the lead something, well, he plays a part in a band called Rode Vaas, and they couldn't be here tonight, so instead, he's here for the third time to bring his brand form of spoken chaos to you tonight. Ladies and gentlemen, please give your attention over, and if you don't, he's just gonna steal it from you anyway. Gijs Borslap. Nou, dit kan ik echt eindeloos. Dat kan ik echt gewoon heel lang doen. Maar dat ga ik niet doen. Nee. Dat was trouwens een tekst van Rode Vaas. En die staat op de derde plaat van Rode Vaas. En die tekst heet Ja. Nu ga ik een tekst voordragen van de tweede plaat van Rode Vaas. Getiteld Nee. Komt-ie. Nee is het antwoord. Nee, is de visie. Nee, is datgene waardoor je meer verlangt. Nee, kan je raken. Nee, kan je voelen. Nee, kan je zien. Als een rechtmatig antwoord. Nee. Geef je macht. Nee. Geef je stress. Nee is pijnlijk. Ook als je niet tegen verzet. Nee werkt je tegen. Nee werkt afstompend. Nee werkt verwarrend. Want soms is het voor je eigen bestwil. Dus, nee, nee.
Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nogmaals. Nee. En dan nu de volgende tekst van Rode Waas. En deze komt van de eerste plaat van Rode Waas. Die eerste plaat heet Het is maar een constatering. Wat het verder ook mag betekenen. En de tekst is getiteld Bepaal jij dat? Ga eens opstaan. Netjes aankleden. Groet de wereld met een goed cv. Sla eens rechtsaf. Volg de route tot aan het einde. Tot aan je graf. Wees de gangmaker. Op je eigen feest. Alsof je werkelijk flirt met de tijdgeest. Oh ja, bepaal jij dit? Yeah. Nu is niet straks. Nu is niet net. Want nu is nu. En we nou niet meer. Ooit. Was het nu? Ja, maar. Dat is niet nu. Nee. Ooit. Wordt het nu? Nou, dat is niet nu. Nee. Oh. En nu? Nu is het nu. Haha. Raar. Zodra je vreemd praat, ben je raar. Zodra je verder denkt, ben je raar. Zodra je druk bent, ben je raar. Zodra je veel weet, ben je raar. Zodra je verstrooid bent, ben je raar. Zodra je emotioneel bent, ben je raar. Zodra je niet meedoet, ben je raar. Zodra je alleen bent, ben je raar. Zodra je je kop in het zand zet, ben je raar. Zodra je iemand daarop aanspreekt, ben je raar. Zodra je een vraag stelt, ben je raar. Zodra je anticipeert, ben je raar. Zodra je nieuwsgierig bent, ben je raar. Zodra je het beseft, ben je raar. Zodra je bent, ben je raar. Wanneer je communiceert, ben je raar. Wanneer je fantaseert, ben je raar. Wanneer je in balans bent, ben je raar. Wanneer je het niet meteen snapt, ben je raar. Wanneer je dingen afvraagt, ben je raar. Wanneer je relativeert, ben je raar. Wanneer je ja meedoet, ben je raar. Wanneer je onder de mensen bent, ben je raar. Ja.
Wanneer je denkt dat je moe bent, ben je raar. Wanneer je beseft dat je energiek bent, ben je raar. Wanneer je niks vraagt, ben je raar. Wanneer je in herhaling valt, ben je raar. Wanneer je te dichtbij bent, ben je raar. Wanneer je wispelturig bent, ben je raar. Wanneer je veel reflecteert, ben je raar. Wanneer je niet bent, ben je raar. Jullie zijn raar. En dan moeten jullie zeggen, nee, jij bent raar. Nee, jij raar. Nee, jullie zijn raar. Jij raar. Raar. De volgende tekst gaat over de buren. Je doet alsof je heel erg normaal bent. Je groet alsof je heel erg sociaal bent. Je lacht alsof je heel erg joviaal. Je lacht alsof je heel erg joviaal bent. Je wacht alsof je heel cruciaal bent. Je deur gaat soepeltjes op slot. Je gordijntjes zijn beeldenschoon. Je plantjes groeien schilderachtig. Heilige huisjes blijven machtig. Denk aan de buren. De buren? Ja, de buren. Wat denken die nou echt? Ik heb er nog twee. Dit is een lijstje. Een vogelloze buur. Een zelfverzekerd niemand. Een dichtwaardig persoon. Een radicaal integralist. Een volslagen meeloper. Een zorgzame strijder. Een denigerende denker. Een revolutionaire pacifist. Een bezopen stropdas. Een moderne proleet. Een vuige genieter. Een levenslustige zak. Oh ja, joh. Ja, geef het beestje maar een naampje. En dan mijn laatste, speciaal voor Wim Dekker en degene die dat zei. Want dat was inderdaad, dat is een geniale tekst. Ja, dat is klaar. Ik doe hem zelf wel eventjes. Ik heb er heel hard op geoefend. Komt ie. Kunst. Kunst. Wat? Kunst. Wat? Kunst. Wat? Kunst. Kunst? Wat? Kunst? Wat kunst? Ja! Wat een verhaal!
Hey, dus ik hou er gewoon mee op en dan kom ik heel geduld. Heb je plaatjes meegenomen? Ga jij ze er weg? Ik sta op het podium en jij moet opgraven. Hier, drie plaatjes. Van deze twee heb ik ook een cd'tje meegenomen. Hey, wat een verhaal! Toos, her, Joost, man. En nog een singeltje erbij. I'm being mishandled by Wim Dekker, his platenboss. Dames en heren, Joost Meijs, please round of applause for one of the only... Dames en heren, Joshua! Joshua! Degene die het presenteert. Truly, for my feeling, the only Dutch poet that matters in my life. I don't know about your lives, but in my life, it's the only Dutch poet that matters.